Wijk bij Duurstede laat zich binnenkort weer van zijn mooiste kant zien. De waterkant. De 16e editie van de Lekko-dagen staat namelijk voor de deur. Vrij simpel evenement. We nodigen schippers uit om met hun schip naar Wijk te komen. Die liggen van vrijdag tot en met maandag in de haven. Die hebben het gezellig met elkaar. Die zijn trots op hun boten. Vertellen elkaar op hun boten. Bezoekers komen om die boten te bekijken. De schippers vertellen over hun boten. En dat is eigenlijk de kern van het evenement. Maar dit jaar is er nog wel wat spanning over die dagen, want het waterpeil is niet zoals het hoort te zijn. Kijk maar. Je kunt hier al zien natuurlijk hè, dat het water al een flink stuk staat onder waar het normaal gesproken staat als je naar de oever kijkt. Je ziet daar dat schip, ja dat ligt helemaal droog. We zitten nu zo'n beetje rond de 2 meter hier. En dat is toch wel de diepgang die sommige schepen ook hebben. Dus het is nog spannend of wij voldoende water hebben zometeen. Dat alle schepen binnen kunnen komen. Ik had nog bedacht, Albert, misschien kunnen we alle schippers vragen of ze een kuubje water meenemen. Want als we 100 kuub water extra hebben, zijn we er. Met een beetje geluk en vooral heel veel water moeten er straks zo'n 100 verschillende schepen naast elkaar in dit haventje kunnen liggen. Iedereen vindt zijn eigen boot de mooiste. Ik vaar met een bakdekker uit 1932. Bootjes die gebouwd werden voor de gegoede burgerij. Eerste pleziervaartbootjes in Nederland, dus geen werkboot. En dat vind ik de mooiste. Maar ik vind een oude sleepboot mooi, ik vind een oude zeetjalk mooi. Ik vind alles mooi wat goed onderhouden is en waar een verhaal bij zit. En dat is trouwens ook wel een dingetje, hè? Al die enthousiastelingen, dat het geluid van een motor zo belangrijk is. Hè? Ja, nou, dat is het verschil tussen sleepboot en luxeboot. Ja. Een sleepboot wordt gebouwd om een hele mooie motor heen. En in een luxeboot zet je een mooi motortje. Dus de bakdekker is gebouwd voor de mooigheid aan de buitenkant. En de motor is een functioneel iets. En een sleepboot is gebouwd om de motor heen, want hij moet kunnen slepen. En dat is dan ook hetgene wat mensen mooi vinden aan een sleepboot. Die hele grote, zware, overbemeten motor erin. Zo'n sleepboot is bijvoorbeeld de BIA. Een passagiersveer uit 1922 dat gebruikt werd om personeel van een oliemaatschappij in Amsterdam over het ei te zetten. Hij is niet van mij, maar ik heb wel hetzelfde gevoel dat hij van mij is. Omdat ik het onderhoud doe met 100% plezier. En kijk naar het schip, naar zijn lijnen, dan zie je echt een mooie sleepboot. Daar liggen ook mooie boten, maar dit is weer een apart schip. Een mooi geveegde kont heeft hij van achteren. De kont die loopt van achter zo omhoog. En je hebt ook een paardenkont, die heb je ook. Dat zijn bolle konten, al maar zeggen. Maar deze echt loopt helemaal op. Dus dat, omdat hij zo mooi gestroomlijnd is, vaart hij ook zo makkelijk. Dat is mooi. Daarom vinden wij hem helemaal zo mooi. Nou, dit is het plaatje van de motor, het merk, de industrie. En dat is dan waar het voor sleepboot-eigenaren over gaat. Wat voor motor heb jij aan boord? En daar heb je de vlag ook van in de top hangen. Het gaat net wat Rob zegt, het gaat om die motor die erin zit. Waar die voor gebouwd is. En als je dan die prachtige klappen hoort, dan kun je niet vergelijken met die bromtollen die tegenwoordig in schepen worden gebouwd. Ik ben het daarmee eens. We staan hier bij de Horizon, het schip wat hier vast in de haven ligt. 1895 gebouwd denk ik, als turfschip, als vrachtschip. Alles ademt een mooie sfeer uit. Dat maakt het hebben van een oud bootje ook leuk. Van sommige boten is de complete geschiedenis bekend. Van deze zeetjalk weten ze echt alles. Dus je hebt er een hobby bij in de vorm van geschiedenis opzoeken. Oude onderdelen vinden. Dus ook als je niet vaart met je boot is het nog steeds een hele leuke hobby. We kijken even naar een ander varend monument. Twan heeft namelijk een sleepboot uit 1930. Nou, hier is de machinekamer. Nou ja, alles is een beetje vet. We zijn op vakantie geweest ermee. Dus dan moet alles weer schoongemaakt worden. Ja, hier gaat het een beetje om, zeg maar. Dat vinden wij, dit is onze passie, zeg maar, oude motoren. Een beetje rook uit de uitlaat. Ja, een beetje smeren hoort er ook bij natuurlijk. En dan moet die kunnen draaien. En dat draaien, dat laat Joop ons ook nog even voelen.